Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Schraven en vandaag gaan we verder volgen aflevering nummer 85 hier in Oostenrijk. Ronde nummer 5 van seizoen 6 gaat dus beginnen. Een langere video dan normaal. Waarom? Er zit een sprint in de weekendformaat. Dat weten jullie denk ik allang. Goed, moeten de sponsoren even gaan vernieuwen of kijken of er andere sponsoren beschikbaar zijn. Maar ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F122 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media, @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Hoeven nog niets te wisselen van de Power Unit componenten. 3 keer gewonnen, 1 keer een podiumplek. Button werd 2 keer tweede. Wij hebben tot nu toe in alle grote prijzen een podiumplek gepakt. Dat is goed om te zien. Wauw. En staan er goed voor bij de rivaliteit met Lando Norris. 30 race overwinningen in totaal. Goed gedaan. Nog 2 en dan hebben wij Nigel Mansell genaderd. Kunnen helaas niet zoveel dingen upgraden aan de faciliteiten. Want we hebben volgens mij alles al gekocht. En kunnen helaas ook niks meer upgraden aan de componenten. Want ja, die moeten we allemaal gaan ontgrendelen met practice programs. Alleen, ja, die doe ik er niet in. Anders wordt de video te lang. Dat had u echt niet verwacht. Button is nog $8 miljoen waard. 100 rated. Evenveel als Max Verstappen. En we houden hem gewoon in de gaten. Ik weet niet of ik na seizoen 6 nog een seizoen ga uploaden. Ik denk het niet. Dus Max keert ook misschien niet meer terug. Je weet maar nooit. Aan het einde van het eerste seizoenshelft, dan moeten wij de rijder gaan herkiezen eigenlijk. Hertekenen. Het kan ook zijn dat we dan weer Verstappen gaan pakken. Dat is allemaal even afwachten. Maar nu op naar de kwalificatie. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1. En kijken of wij door kunnen komen naar Q2 op dit bloedsnelle circuit. Hopelijk gaan we richting de 1-4. Dat is de rondetijd dus. En kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Hetzelfde geldt voor Jenson Button. Ik ben heel benieuwd wat hij kan gaan doen in Oostenrijk. Zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van mijn hopelijk eerste en laatste run. En dat is een 1-5-1-2-6. Zijn we door naar Q2. Met wat flinke bewolking op het circuit. DRS is weer geopend. En dan gaan we een tijd laten noteren in het tweede kwalificatiedeel. Liam Lawson met een 1-5-4. Wij met groen in sector 1 en 2 komen aan bij de late woord. Button met een 1-5-3-1-5. En dat is een 1-4-9-8-2. Jazeker. Goed gedaan. Zijn we inmiddels aanbeland bij Q3. En kijken of wij ook naar de pole position kunnen gaan toerijden. De bewolking is inmiddels weer weggegaan. Tijdens de hoofdrace kan er regen komen. Dat is interessant om te zien. Interessant. Maar voorlopig is het nu bewolkt. Ligt, ja, trouwens geen bewolking. Er is geen bewolking. Lekker zonnig weer in de Oostenrijkse bergen. Goed om te zien. Kom aan bij de laatste bocht. En dan laten wij een 1-5-1 noteren. En dan zijn we inmiddels doorgewezen naar een P5. Met nog ongeveer 2 minuten en 20 seconden op de klok in Q3. Button naar P4. Daar gaan we iets te wijd en pakken een track limit waarschuwing. Sorry, een bochtafsnijding helaas. Komen aan bij de laatste bocht. En wij laten een 1, 4, 5,
een 1-4-5-6-2 noteren. Jazeker, ik zeg het goed. Pole position voorlopig. Maar dan is Leclerc 39.000 sneller. Ocon komt 66.000 tekort. En Button precies een tiende. Op naar de sprintrace voor aflevering nummer 85. Daar gaan we dan. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Ja, ik kon wel heel het intro erin gaan pleuren, alleen er werd niks gezegd, dus we gaan lekker door naar de grid. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen naar de puntenfinish van de vorige wedstrijd. Dit is een sprintrace en wij vertrekken dus vanaf de tweede positie. Mediumband is gewoon de strategie, geen stopper. Dat is goed om te zien. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde voor aflevering nummer 85 voor de sprintrace. We zijn inmiddels onderweg. Leclerc was heel snel weg. Dus ja, maar goed, allerlei informatie van de engineer die we al lang weten. Leclerc komt dus aan bij zijn startpositie. Wij dus op P2. Kunnen wij Leclerc al gelijk te grazen nemen in de eerste bocht? Of weet Leclerc zijn positie te verdedigen? Ocon haalt ons gewoon in, maar dat geeft helemaal niks. Komen heel goed in de slot, gridslot terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Oostenrijk. Aflevering nummer 85 graad. Dus beginnen met Leclerc op pole position. Wij dus op P2. Ocon op P3. Button op P4. De lampen gaan aan voor de sprint hier. 12 rondes lang racen in Oostenrijk. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen slecht weg. Ocon is al beter weg. Wij knijpen hem al gelijk af. Leclerc verdedigt die binnenkant. We kijken hier naar de buitenkant. Veel te veel snelheid meegenomen en halen Leclerc buiten de baan in. Moeten hem teruggeven en Ocon zit ook al gelijk mee te kijken met ons. Raken Leclerc daar per ongeluk. Ocon aan de binnenkant. Het is hier drie dik in bocht nummer 2. Dat lukt niet. En Leclerc wordt wijd geduwd. De wielen haakten daar wat in elkaar. Ocon is er ook langs naar P2 eventjes dan. Want Leclerc zit daar aan te vallen. Weer drie dik hier, maar dit keer weten wij de boel te repareren. En zo behouden wij P1 in de eerste ronde van de race. Maar Leclerc zit er dicht op. We zijn gezakt naar P5, een positie minder. Norris op P4, Ocon op 3, Leclerc op P2. Wij dus aan de leiding. Maar daar zit Leclerc aan de binnenkant. Maar dat lukt niet. En dat is een touché. Leclerc is zijn voorvleugel kwijtgeraakt. Gele vlag. Er is iets gebeurd. En Jensen Button is uitgevallen. De virtual safety car is uitgeroepen. En daarvan is een safety car gemaakt. Jensen Button scoort 0 punten in de sprintrace door een touché met Charles Leclerc. Kunnen hier even in de herhaling zien wat er is gebeurd met Jensen Button. Leclerc gaat daar wijd. En Button, ja, het is ongelukkig. Leclerc komt gevaarlijk terug. Button ziet dat niet. En dat is een DNF voor Jensen Button. Wat er in ronde nummer 2 gebeurde. Tijdens de safety car begeeft de auto van Lando Norris het. Jazeker, een rookpluim uit de Red Bull powertrain. Ook 0 punten en hij moet helemaal ook, net als Jensen Button, achteraan starten in de sprint. Pijnlijk weekend voor Red Bull en voor ons. Waarom? Wij rijden met Red Bull powertrain motoren. Red Bull rijdt met hun eigen motoren. En ja, dat is pijnlijk. Ronde nummer 3, als de safety car naar binnen gaat. En we gaan weer de sprint hervatten. Nog 9 rondes te gaan in de race. Wij mogen het tempo gaan bepalen tot aan de finishvlag. Matt Mylander is naar binnen gedoken. We doen het lekker rustig aan. Gaan Ocon laten wachten. En gaan nu op het gas. En we zijn wakker gebleven. Ocon, dat gat is al gelijk 19e.
heel groot geworden. En moeten nu proberen weg te rijden van de Fransman. Gat is een seconde. Naar Ocon nu weer 19e. Hij rijdt op het rechte stuk. Ronde nummer 8 is het alweer. Als Ocon daar zit voor een aanval. Maar kan er niet langs. We gaan daar ietsjes te wijd. We prutsen daar met onze exit. Ocon kan hier profiteren. Wij gaan nou gelijk van lijn verdedigen. Ocon aan de buitenkant. Dit keer lukt niet. En moet nog even geduld hebben. Jury Vips op het podium voor AlphaTauri. Hetzelfde geldt voor Pierre Gasly op P4, Russell op 5. Dus de AlphaTauri's zitten er goed bij. Beide nog steeds op P1 in ronde nummer 8 van de race. Gat naar Ocon, 16e, 15e ongeveer. Ocon heeft wat schade aan zijn voorvleugel, maar de pace wordt daar niet mee beperkt. Gele vlag. Omdat Zhou Guanyu is uitgevallen. Guanyu Zhou dus. Uitgevallen in de wedstrijd. Ook hij start achteraan in de race. En hij rijdt met de Ferrari motor. Dus ja, Mercedes motoren doen het op dit moment hartstikke goed. Hetzelfde geldt voor de Renault motors. Jazeker. Ik wou eigenlijk zeggen Esteban Ocon. Alleen die rijdt met Mercedes motoren. Oh, en Zhou Guanyu probeerde het dan nog even bij Richard Verschoor. Maar hier is het dan gedaan. En hij moet de strijd hier staken in de sprint in Oostenrijk. Net als Norris en Jensen Button. Jammer maar helaas. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij de laatste ronde van de race. Ocon kan het nog gaan proberen. En aan de binnenkant is er langs. Maar wij houden het gaspedaal ingedrukt. Ocon kan er niet langs. En wij gaan hier de race winnen in Oostenrijk. De sprint dan. Goed gedaan. Uitstekende sprint hier in Oostenrijk. Goed om te zien. Dan volgt zometeen de uitslag van de race. Russell krijgt drive of the day. Doet hij goed. En wij dus 8 punten erbij. Ocon op P2, Jury Vips op P3, Gasly 4, Russell 5, Tsunoda 6, Liam Lawson P7 en Fernando Alonso op P8. Nou, dat is dus de top 18 punten kregen. Leclerc stelt teleur, P12. En heel veel uitvallers. En Russell drive of the day van P11 naar P5 doet hij goed. En is het op naar de hoofdrace voor aflevering nummer 85. Daar gaan we dan. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or the other has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 to the right and 3 to the left, making up a total distance of 2.6 miles. Expect to see a lot of the cars running wide today, especially through the last corner as the wet conditions make the car skittish through the downhill sections. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, with Esteban Ocon alongside. Looking down the rest of the grid, we have Jury Vips, Gasly, George Russell and Tsunoda, Liam Lawson, Fernando Alonso, Drugovic and Oscar Piastri, Leclerc, Tictum, Mick Schumacher and Magnussen, Teo Pourchaire, Schwartzman, Richard Verschoor and Lance Stroll, Button, Latifi, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Norris and Guan Yu Zhou. Which of these talented drivers will come out on top today? Joining me on this very wet day is a man who is no stranger to driving in these miserable conditions, Anthony Davidson. You've driven open cockpit, you've driven sports cars. How does the wet weather experience change between different disciplines? Well, I wouldn't say there's much difference in all honesty. You know, besides the terrifying closing speeds you find on something like sports cars with different categories all sharing the same racetrack, driving in the rain is, well, driving in the rain.
Of course, the biggest difference is the fact that Formula One is open cockpit. On one hand, they'll be cold and wet without a roof, but on the other, it's much simpler to pull a tear-off away from the visor than it is to clear a dirty windscreen, so I don't think it's too bad. Okay, nou, ten eerste, ik zie geen tear-offs op de vizieren in het spel, dus dat klopt helemaal niet. Maar goed, regen en daarna weer droog, dus dat kan voor leuke verrassingen komen te staan. Komen in ieder geval goed weg bij de formatieronde. Wij dus dit keer op pole position. Ocon op P2, Vips op P3, Gasly 4, Russell 5. Zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van de formatieronde. Button helemaal achteraan. En daar gaan we bijna de fout in. Maar we weten de auto mooi te redden. Ik schrok er wel even van. Maar goed, geen paniek. Komen wij goed in de gridslot terecht. Jazeker, 0,3 meter er vanaf met Button op de laatste plek. Een sandwich van Schaven Racing is het eigenlijk. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 85. De hoofdrace dit keer. Natte weersomstandigheden op het circuit. En dan gaan de lampen aan voor de grote prijs van Oostenrijk. De hoofdrace dit keer op het programma. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima van onze startplek weg. Vips al gelijk bij Ocon via de buitenkant. Maar dat lukt niet. Russell naar P4 pakt Pierre Gasly. En wij zijn goed weg. Gat naar Ocon is inmiddels een seconde. 5 minuten totdat de regen verdwijnt. En de ingenieur weet niet of de droogweerbanden het snelste zijn of de regenbanden het snelste zijn. We zitten net op het crossoverpunt. Ronde nummer 2 is het als wij paars in sector 1, 2 noteren. En wij laten een 1.11.869 noteren. Goed gedaan. Gat naar Ocon is inmiddels 2.5. We zitten in ronde nummer 3 van de race. Paars in sector 1. Goed gedaan. Zijn we inmiddels aanbeland bij ronde nummer 5 als een Ferrari-coureur naar binnen is gedoken voor zijn eerste pitten van de dag. Volgens mij was dat een kapotte voorvleugel. En hij rijdt helemaal achteraan. Gele vlag in sector 1 volgens mij. Er staat iemand stil. Ik weet niet wie dat is. Ik denk een Haas. Liam Lawson. Nee, een McLaren. Liam Lawson staat stil. En de safety car is uitgeroepen op het circuit. In de sprint een safety car. In de hoofdrace een safety car. Dus ja, een leuke race tot nu toe. We kunnen nog niet naar de droogweerbanden. Het is nog net een fractie te vroeg volgens mij. Moet nog even geduld hebben. En nu is het de safety car oppikken. We zijn niet al te ver weg van de slicks condities, zegt de ingenieur. De regen is aan het verminderen. Er valt ook eigenlijk nauwelijks regen meer. Het is alleen nog maar een natte baan. En hier moeten wij droog zien te rijden. En met de safety car gaat dat zometeen uitstekend, omdat iedereen dicht op elkaar zit. Herhaling van Liam Lawson in ronde nummer 5. Wat er is gebeurd met de jonge Nieuw-Zeelander. En ik denk een motorprobleem of een mechanisch probleem. Moet hem ook hier stilstaan, net als Zhou Guangyu in de sprint. Het is flink droger geworden in ronde nummer 7. Nou, de safety car heeft maar 2 ronden gereden en de baan is droger geworden. Eigenlijk al flink droger en ik denk dat we ook al naar de droogweerbanden kunnen. Wij mogen het tempo nog gaan bepalen in de race. De vraag is, wat doen we? Wat gaan we doen? Gaan we de gok nemen en nu al naar binnen? We gaan de gok nemen om al nu naar binnen te duiken voor de droogweerbanden. Ik vind het nu tijd om deze intermediates te dumpen.
Ocon gaat al naar binnen. Vips gaat al naar binnen. En wij gaan nu op het gas. En ik denk dat heel veel mensen naar binnen duiken voor de droogweerbanden. Hopen dat de pitstop goed gaat. Gasly gaat door. Alonso gaat door. Tikt hem. En al die andere mensen gaan door. Button gaat ook door. Kijken waar hij zo meteen terugvalt. Als hij zijn pitstop heeft gemaakt. 2.5. Een goede pitstop. Een prima pitstop. En ga naar de mediumband. Om ervoor te zorgen. Dat wij op een later moment. In ronde nummer 30 ongeveer. Of 31, 32. Naar de zachte band kunnen. Want Ocon en Vips moeten nog een keer naar binnen. Voor de mediumband. Want die gaan het niet redden. Daar is het nog veel te lang voor. En de wedstrijd duurt gewoon nog heel veel rondes. We gaan er wel een kleine beetje de fout in. Door de natte baan nog steeds. Druppels vallen nog steeds op de lens. De baan is nog niet droog genoeg voor echte slickscondities. En nu is hij dat wel in ronde nummer 12. 9,9 seconden naar Jensen Button. En daar zit Esteban Ocon. Aan de binnenkant is er langs. Maar wij kruisen achterlangs terug. Laten hem hier staan. Duwen Ocon eigenlijk als het ware opzij. En het is P1 nog steeds in ronde nummer 12 van de race. Ocon kan hier niet langs. En wij gaan weer terug naar de racelijn. Druppels zijn al echt aan het verdwijnen hier. Alleen nog maar bewolkt op het circuit. In ronde nummer 13 een ronde later probeert Ocon het weer via de binnenkant. En wij gaan hier via de buitenkant. Ocon verdedigt en blokkeert zijn rechter voorband. Wij moeten daardoor even buiten de baan. We hebben Ocon toch mooi ingehaald. Vips kan mee met ons. Maar kan er niet langs. Ocon terugverwezen tot de derde positie. Russell zit ook te kijken. Tsunoda zit ook niet al te ver weg. Dat is 1,3 seconden. Dus ja, daar moeten we ook rekening mee zien te houden. Maar vooral denken, deze jongens moeten nog een keer naar binnen. Wij kunnen bij wijze van spreken gewoon de baan helemaal uitrijden. En dan hebben wij de race gewoon op zak. In de pocket, binnen. Hoe je het maar kan noemen. Onder nummer 14 is het. Als daar Yuri Vips zit te kijken via de buitenkant. Maar dat lukt niet. We worden daar flink wijd geduwd. En op die broodje geduwd. En daardoor kan Ocon misschien aanvallen bij Vips. Weet ik niet. Wij rijden in ieder geval weg van de jongen. Wat is het? Waar komt hij vandaan? Weet ik niet. Estland volgens mij. En wij rijden nu een beetje weg. Proberen dat gat groter en groter te maken. Vanwege de pitstop die eraan zit te komen. Want in ronde nummer 25. Als Leclerc en Ocon allemaal al naar binnen zijn geweest. Vind ik dit een mooi moment om naar de zachte band te duiken. Met nog 10 rondes te gaan in de race. Gaan proberen de snelste race ronde weer naar ons toe zien te halen. En de vraag is. Waar komt Jensen Button? Waar rijdt Jensen Button? Achter Yuri Vips. Op P6. Zit er dicht achter. En hij moet proberen om die P5 binnen te gaan halen. Pitstop dus gemaakt. 2,3 seconden heeft het dus geduurd. En komen mooi voor Charles Leclerc weer het circuit op. Leclerc rijdt een puikrace. Goed gedaan. Weer terug op P2. En het gat is 1,1. Ik denk niet dat Leclerc dit nog kan goedmaken in de race. Want wij rijden op de zachte band. Leclerc rijdt er wel naartoe met DRS. Maar zit net te ver weg volgens mij. Kan hier niet aanvallen. Wij behouden gewoon de positie in ronde nummer 26 van de race. Dan nu proberen Leclerc af te dwingen. Kijk naar de buitenkant. Maar redt het net niet. En moet nog even geduld hebben voor een echte aanval. Trouwens, dit was wel een echte aanval, maar hij kon hem niet slagen. En we zitten inmiddels in de laatste ronde van de race. Als Button naar P4 is, pakt George Russell. Leclerc valt terug tot P3. Ocon op P2. En wij met de snelste raceronde en ik denk nog hopelijk een ronde verbeteren, pakken wij hier ook de hoofdrace. Een dubbele overwinning in een raceweekend. Goed gedaan. Uitstekend werk. En is het op naar de volgende wedstrijd en kijken wat dat dan gaat worden. Welcome to Victoryville. That's
at it then for another spectacular Grand Prix here in Austria and a truly magnificent drive to hang on and take the win. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben ik dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus ook de hoofdrace met de snelste racerondepunt. Dat betekent de volledige score als coureur gepakt. Goed gedaan. Button knap van P19 naar P4. Doet hij goed. Extreem goed gedaan. Russell naar P5. Nog eens 6 Tsunoda's even Yuri Vips op P8. Alonso pakt de race overwinning. Ik weet niet wat er is gebeurd met de uitslag, maar goed, dat klopt niet, want wij winnen toch beide wedstrijden. 70 punten verschil naar Charles Leclerc en 81 punten los van de concurrentie. Goed gedaan. Extreem goede race voor ons. Dat is goed om te zien. Rival tijdbreek dan mezelf en Lando Norris plus 6 voor mij. Plus 7 Norris wat betekent dat wij de rivaal hebben gewonnen. Jazeker, goed gedaan. Applausje waard, Team Acclaim. 28 het team, level 22 mijzelf, level 15 Jensen Button. Dus dat stijgt ook alleen maar. Dat is goed om te zien. Helaas hebben wij van één sponsor niet het doel behaald. Geen pole position, $1,4 miljoen erbij. Button heeft niks opgeleverd, 40.000 erbij dankzij onszelf. Jammer van Jensen. In totaal $21 miljoen op de bank. Maar dit moeten we niet al te vaak hebben. Anders ben ik bang dat we Button gaan dumpen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, deze like de aflevering dan. En vertel me wat je leuk vond trouwens. Nu op mijn game kanaal. Abonneer voor meer wekelijkse F122. My Team Kermit content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer mist. En volg me even op de sociale media. @JananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.